vandaag heb ik 200 kijkers en ontzettend veel ladders. Ze zullen allemaal op de ladders moeten klimmen. Vallen ze nou van de ladder af of staan ze er simpelweg niet op? Dan gaan ze dood. Dan zijn ze af. De laatste kijker die overblijft, die wint natuurlijk. Ben je er klaar voor, Robin? Ik altijd. Dat is mooi. Laat ze bij hierheen komen. Oh, maar deze, dat zijn er weer heel veel. 200 kijkers. Elke keer blijft het me verbazen hoeveel mensen het zijn. De ladders op. Rennen jongens, allemaal ladders klimmen. Daar gaan ze. Wat mooi. Kijk ze gelijk als een soort gewoon spinnetjes omhoog klimmen met z'n allen. Het is zo simpel. Oké, iedereen is op de ladders, hè? Ja, iedereen is boven. Iedereen is op de ladders. Weet je wat? Laten we dan... Hoe kan je zo snel doodgaan? Laten we dan van de vloer gelijk lava maken. Oké, de lava is gecreëerd. Het geeft wel een hele andere sfeer gelijk, hè Robin? Ja, het is luguber. Luguber, dat vind ik prima. Mensen die hier... Deze zijn riskant, hoor. Dat je zo dicht bij de lava durft. Chillen. Ja, maar hij heeft de juiste oplossing hiervoor. Dat, hij gaat het winnen. Dit is nu al mijn kampioen. Dat is jouw kampioen? Oké, wacht. Kies ik ja, kampioen. Nu al. Hey. Ik ga een kampioen kiezen. Kijk deze vier dino's hier bij elkaar. Wat mooi. Jongens, luister goed. Jullie zijn mijn team. Dit is mijn team. Gewoon één van deze gasten. Ja, natuurlijk. Nee, pak er maar meteen maar weer vier. Oké, nou, mensen... Hier is Mario, dus deze is veel leuker. Deze is ook leuk. Deze heeft mijn skin in zijn Mario gestopt. Ja! Hey, dit is niet Just Out, maar het is Just Me. Oké, laten we de eerste challenge gaan uitvoeren. Robin? Ja? Ik heb hier een heel gevaarlijk platform in het midden. En ik zie dat iedereen geïnteresseerd is in wat hier gebeurt. Dat snap ik. Weet je wat hier in deze kist zit? Nee. Een enderpearl. En de eerste die enderpearl kan pakken... Oh, dat ben ik nu. Ik heb gewonnen! Ja! En de eerste die enderpearl kan pakken... Die, ja. Die kan zeg maar gewoon enderpearl gebruiken. En dan krijg je gewoon eigenlijk een soort veilige tweede kans. Laten we het eerlijk maken. En laten wij langzaam dit mensen hierop af laten gaan. Door gewoon eigenlijk deze weg te halen hier... Dat ze maar vanaf twee kanten kunnen. Oké, Robin, dan maak jij de andere kant, oké? 3, 2... Eén, bouw, bouw, bouw. Helemaal tot het eind. Helemaal tot het eind. Kijk wie iemand is. Kijk, daar gaan ze, Oh, ze kunnen de kist kunnen niet in. Open. Oké, ze kunnen de kist helemaal niet openen. Big bro moment. Maar ik drop hem. En dan hebben we hem toe. Gewoon kijken wie hem als eerst krijgt. Hoppakee. Wie heeft de enderpearl? Het is gewoon onmogelijk om te zien wie hem heeft. Wie heeft hem? Wie heeft hem? Hallo jongens. Ik wil hem wel graag zien. Iemand heeft hem. Ik wil wel graag zien wie de enderpearl heeft bemachtigd, als het ware. Iemand houdt hem verstopt. Een gniepige dief hebben we, Robin. Ja, volgens mij ook. Een hele gniepige... Oh. Oeh, daar ging bijna iemand. Weet je wat? Laten we de lava iets omhoog laten gaan. Kijk, mensen die zijn als slim op zich dat ze helemaal omhoog gaan. Maar daarvoor wil ik ook een leuke straf bedenken. Ik heb een idee. Ik wil namelijk degene die de enderpearl heeft, wil ik op zich wel even belonen. Oké, Robin, ik ga hem proberen te beten. Ik zeg in de chat dat dit wel een heel mooi prachtig platform is voor degene met de enderpearl. Hè? Ik ben toch wel ontzettend benieuwd wie die nu aan het overwegen is om hem te gebruiken. Ik denk dat hij slimmer is dan dit. Hier, er ligt zelfs een houten zwaardje. Er ligt zelfs een zwaard. Ja, kom nou maar halen. Oké, hij krijgt nu gewoon 5 minuten veilig leven van me als hij hierheen komt. Ik ben al gewoon ontzettend benieuwd wie hem heeft. Hij komt gewoon nog steeds niet, hè? Iemand heeft hem toch, dat moet. Hij komt gewoon nog steeds niet. Niemand. Niemand die... niemand bekend. Dit vind ik gevaarlijk, dat niemand bekend. Ja, ik ook. Dit kan twee dingen betekenen. Nou? Of hij is gewoon te slim. Ja? Of niemand heeft hem. Hoezo niemand heeft hem? Ik heb hem toch gedropt? Ja, misschien is hij al dood. Ik... Klim deze ladder op speciaal voor jou, want we gaan naar de top. Abonneren! Robin, ik heb gewoon een nieuw idee. We droppen hier gewoon nog een enderpearl hier bovenop. We zetten allemaal ladders zetten we op dit platform zo naar beneden. En de eerste die hem krijgt, die heeft een enderpearl. 3, 2, 1, helemaal tot het einde. Nu. Ja. Daar gaat ze. Om jouw kant, er komt iemand veel sneller. Hij was gewoon veel sneller dan mijn kant. Ja, hij was echt ver gesprongen. Maar hij zit meer aan hun kant, dus misschien hebben ze links geluk dat ze hem eerder oppakken. Mikkel heeft hem. De enderpearl. Ja. Hij heeft hem. En nu heb ik een idee. Kijk. Nu moeten ze daar blijven walen, die muur weg, snel zo. Oh nee! Is hij dood? Oh mijn god! Heeft hij geen enderpearl? Ja. Hoe viel hij er al af? Mikkel, blijf leven! Hij sprong precies... Hij gaat dood. Oh, hij heeft het overleefd. Hij sprong precies in het blokje wat ik net had weggehaald. Oh my days. Kijk, en nu hebben we een paar mensen in het midden opgesloten. Die zitten nu hier. No, jongens! Jullie mogen niet. Jullie moeten op de ladders blijven. Hallo. Bijna. Jij, eraf! Eraf! Goed zo. Nee, ja. Ja! Hé. Oké, Robin. Dit zijn de mensen die nu gewoon vastzitten in het midden. Ze hebben gewoon pech. Die zijn gewoon gedoemd om hier nu hier te blijven zitten. Laten we nu een nieuwe challenge hier toevoegen. Ik heb hier
een wooden sword met knockback 1. Want we gaan zo meteen PvP aanzetten, Robin. Oei. Dan gaan er doden vallen. Dan gaan er ontzettend veel doden vallen. Ik leg hem hier neer. En zodra die eerste gepakt is, gaat PvP gelijk aan. Mensen daar die denken, weet je wat? Ik hoef dat hele zwaardje niet. Ik ga het risico niet nemen. Maar er staan zoveel mensen klaar om het wel te doen, Robin. Ik ben oprecht benieuwd wat er gaat gebeuren. Laten wij dan nu ook zo. En dan zo doen. En dan geven ze even een soort startmomentje. En dat is dit. Kan jij aan de andere kant alle ladders plaatsen? Nou, vooruit. Oké, helemaal tot het einde. 3, 2, 1, let's go. Helemaal vol plaatsen. Ja, daar gaan mensen voor. Oeh, maar dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. En de eerste, die gaat snel. Ze hebben vals gespeeld. Wie heeft er vals gespeeld? Ja, maar regels zijn regels. De PvP gaat aan. Oh, de PvP gaat inderdaad aan. Daar gaan ze. Wat lullig. Wat ontzettend lullig dit. De PvP is aan. Oh, ze hebben zich nog wel gesaved. Niemand vindt elkaar leuk. Iedereen gaat elkaar gelijk slaan. Nu gaan er pas echt doden vallen. Ineens gewoon. Oh my days. Maar deze gast hier. Kijk hem slim zijn. Oh, wat gaan er veel dood. Oh, wat gaan er veel dood. Kijk, die Rohan slim zijn geweest hier, hè, op dit. Oh, er is een fout. Oh my days. Daan. Wat is er? Dani YouTube, die heeft gewoon onze guy met de knockback gepakt. Nee. Ja, hij deed het. Dani, wat ben je... Oh, en je hebt ook vals gespeeld, hè? Eigenlijk heb je vals gespeeld. En voor die straf, voor dat ga ik je op de ladders laten staan hier. En dan moet je maar even je strafhoekje. Oké, ik denk dat de grootste PvP battle wel een beetje geweest zijn. Nog een paar battles gaande. Maar kijk, mensen zijn slim. Mijn gang hier, zijn er nog maar 2 van over. Kom op jongens, pak hem. Pak de guy van Clash of Clans of van de A-team, weet ik veel wat het is. Pak hem. Alle 2. Maakt niet uit. Oh, er ging er bijna eentje neer. Oh nee, hij wordt met z'n 2 gepakt. Vluchten, vlucht dinosaurus. Oh, wat zijn er nog maar weinig. Nee. Gast, het is ineens heel snel gegaan. Echt uit het niets. Zullen we het even uitzetten weer, PvP? Ja, zet PvP maar heel eventjes uit. Oh nee, daar gaat iemand. Nee. Reno hard. Het gaat uit. Je hebt even rust, Reno. Je hebt rust. Oeh, even rust. Eventjes weer een moment van zen. Laat iemand terugbrengen, Robin. We gaan iemand een tweede kans geven. Oké, dat is goed. Wie gaan we een tweede kans geven hier? Wie? Nou ja, wie gaan we dat doen? Wie gaan we een tweede kans geven? Niemand met jouw skin, vind ik. Dat is gewoon nu oneerlijk. Want niemand heeft mijn skin. Kijk hoe graag je Square Bongo terug wil. Kom eens, kijk, zie je? Niet afleiden. Hij wil zo graag terug, zie je? Die skin. Ja! Oké, wacht. Square Bongo, je krijgt van mij, jongeman, een... Je krijgt van mij een tweede kans, Square Bongo. Als jij nou op die ladders gaat, kijk. Ja, de ladders op. Erop. Juist, goed zo. En halen we die eronder weg. En dan kan je geen kant meer op. Dan heb jij een nieuwe kans. Laten we ze nu een klein parcoursje geven wat ze moeten uitzetten. Oh, Robin, tijdens het maken van... Betrapt, jongeman. Nee. Hierheen komen, jongeman. Nee. Je weet wat jij... Ja. Pak hem maar, Robin. We sluiten hem op. Ja, jongeman, wat ga je doen? Pak hem! Oh. Hij gaat ontsnappen. Wat oneerlijk. Ja, maar hij kent de regels. Gemeen. Hij kent de regels. We hebben de regels verteld. Iedereen moet naar de diamondblok toe, jongens. Iedereen. Allemaal en iedereen naar deze kant toe. Want dan gaan we een leuk experiment uitvoeren, Robin. Terwijl we dat doen, zie je, dan ga ik dit zo weghalen hier. Alleen deze guy hier heeft nog een kans om even naar dat muurtje te gaan. Zo. Dan halen we dit hier ook weg. Dan kunnen ze niet meer terug, snap je? Ze zitten nu vast aan deze kant. Ja, ze kunnen als ze willen wel terug, maar we gaan opletten op valspelers. Robin, denk je dat ze er klaar voor zijn? Nee. Ze moeten het kleine parcoursje zo nemen hierheen. En dan zijn ze weer veilig aan de andere kant. Maar iedereen die binnen een bepaalde tijd, een minuut of 2, niet of wel nog daar te vinden is, die is gewoon af. Die gaan we gewoon vermoorden. Nou, dan gaan ze allemaal naar de overkant. Ze krijgen daar, mogen ze eventjes van de ladders af. Zolang ze maar niet hier vals gaan proberen te spelen. Zoals deze guy hier. Goed zo, jongens. Goed zo, allemaal naar de overkant. Ja. Kijk, ze gaan als een mierenhoopje. Ze durven gewoon allemaal. Niet, hè. Ze zijn allemaal bang dat het fout gaat. Ja, ik snap ook wel dat je bang bent dat het fout gaat. Oh, Thomas, hoe ben jij niet dood? Nevermind. Daar! Ik dacht dat we God hadden. Zo! Oh, rennen. Oeh, jij bent gevaarlijk, hè, jongeman. Gevaarlijk. Ja, deze moeten we in de gaten houden, want die heb ik net ook al weggestuurd. Kijk maar uit. Oké, ik heb een idee. Laten we PvP aanzeggen zonder iets te zeggen. Kijken wanneer mensen het doorhebben. Oh, dat is goed. Het staat aan. Hij staat aan? Kijk hoe lang het duurt voordat mensen het doorhebben. Kijk, ik ga... Ja, het is uitgevonden! Ja! Het is uitgevonden! En de horror is gelijk begonnen. Ik zeg gelijk, je mag overal weer heen. Dus je mag ook weer ontsnappen als je wilt. Laten we gewoon een heel vlak elimineren. Ja, gewoon een hele kant weghalen. Ze zeggen nee, je gaat het testen. Ze hebben het door. 3. Wat hebben ze door? 2, 1. Nou, kom op. Die laatste die moet even weg. Die nee, moet Big weg. Fish. Nee. Nee, daarheen. 3. Hierheen. 5.
4-1! Hey, kom op! 1. Oh, hij heeft het gehaald, hij heeft het gehaald. Er is een heel vlak zojuist weggehaald. Laten we de lava echt een ontzettend stuk omhoog halen. En 3, en 2, en 1. En ineens is daar één een stuk kleiner. Waardoor het vallen ook... Ze hebben veel minder tijd om nu gewoon te vallen. Om hunzelf te redden. Laten we zeggen, Robin. We gaan een nieuw platform maken. De eerste 40 mensen die daar komen, die gaan door en de rest valt af. Daar gaan we een leuk parcours voor maken. Het wordt een erg leuk parcours. Maar doe precies mij na aan de andere kant. We melden het gelijk. Oké, Robin, kijk. En deze kijkt al door dat ik hier zit. Helemaal op de onderste laag. De allerlaatste laag. Oké, gaan we zo. Gaan we zo. Gaan we zo. En dan vlak voordat je er bent, ga je weer omhoog. Zo, oké? Oh mijn god, mensen die de lava... René, je bent in de lava gevallen. Ook recht voor elkaar. René, oké, Robin, we moeten goed tellen. René, ik geloof in je. Ga niet dood. René, je kan het. Goh, ja, rennen, René. Je hebt een tweede kans. Er zijn er 3. 3 zijn er al terechtgekomen. Oeh, oh mijn god, je zijn er ook zijn... veel gevallen. Maar er zijn zoveel dood dat volgens mij gewoon iedereen die het nu haalt, die haalt, die is gewoon niet af. Waar is iedereen? Ja, iedereen is er dood gegaan ineens. Wil jij nou ook van deze prachtige events met je vrienden of lekker spelen? Gewoon met je vrienden lekker survivalen, weet ik veel. Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor prachtige servers. Einde reclamespotje. Dit zag ik. Ik wil... Wat is er gebeurd? Dat ga ik jou laten zeggen. Oh, René heeft het gehaald. Wat is er? Let op. Wat is er met Friendly Joker? Deze persoon... Ja? ...viel in de lava. Ja? Ik ga hem even nadoen. Kijk goed, hè? Ja. Is dit onze oude eventwinnaar? Nee. Jawel, Friendly Joker is toch John van de kleur-event? Nee, toch? Weet ik niet, maar ben je 100% zeker van je zaak? Dan gaan we kijken of het nog een keer gebeurt. Ja, als nu niet natuurlijk. Als het niet zo is, Robin, staat het op jouw geweten. Dat weet ik. Maar er stond ineens iemand daarboven te fikken die niet eens op de ladder was gekomen. Okay, ik wilde hem eigenlijk als schandpaal hier laten staan. Maar goed, het is ook goed. Nee, weet je, dan doen we dat. Doen we dat gewoon. Hier, kijk. Dit is dus de schaamplek voor Friendly Joker. Als deze man nog uit het hokje komt, dan weten we het zeker. Dan weten we zeker dat hij heeft vals gespeeld. Als hij ooit uit het hokje komt. En dit zijn onze winnaars. Dit zijn er gewoon volgens mij minder dan 40 zijn er over. En er zijn echt nog best wel wat bekende over. Maar niemand van mijn squad leeft nog. Niemand. Mijn hele kampioenen zijn allemaal uitgeroeid. En jouw stomme oplossing is er nog. Max? Ja? Was hij niet dood? Betrapt! Wacht, ik heb een idee. Nou, als jij eruit komt, dan weten we het ook 100% sociaal. Als jij ooit hier nog uit ontsnapt, dan is het bekend. Jongens, allemaal... Oh, ik zag het. Wat? Ja, hij sprong hoog, Friendly Joker. Ja, hè? Hij sprong heel hoog of zo. Nee, ja, laat maar zitten. Laat maar. Ja. Als hij hier uitkomt, dan... dan weten we genoeg. Allemaal, reageer even onder deze video. Schaam je. Aangezien het er zo weinig zijn, laten we gewoon deze twee hele muren hier ook weghalen. Hoppakee, die is gone. En laten we dan deze kant ook compleet weghalen. Iedereen moet nu gewoon weer terug naar die kant. Maar laten we wat gaten creëren in de ladders. Gewoon een beetje gatenkaas. Is er nou iemand dood? Hoe krijg je het voor elkaar? Alright, laten we ze naar de overkant sturen. Zo aan die kant en zo aan die kant. Nou jongens, ga maar. 1 minuut. 1 minuut. Ik ga ze niet daadwerkelijk 1 minuut geven. Ik wil gewoon dat ze opschieten. Als ze erop springen, zijn ze gewoon af. Ik vertrouw ze gewoon. Ja, oh, wieberen, pas op, hè. Als ze erop springen, zijn ze gewoon weg af. Kijk, we gaan Justin pranken. Kijk. Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Nee. Hey, het is Mario! Ja, Mario! Mario! Oké, Mario krijgt ook nog een kans. Oké, we halen dit gewoon weg. En als Mario er nog steeds is tegen die tijd... Robin? Ja? Er is iemand of ontsnapt of de server uitgegaan. Ik ga kijken. Hoe heette die ook weer? Friendly Joker. Hij is weg. Oh, hij is wel geliefd. Nou, dat is een van de schaamplekken. Oké, hoeveel zijn er nog over? Laten we even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laten we zorgen dat er even 2 mensen afgaan. Doe PvP aan tot de 2 af zijn. Oh, ze hebben het al wel door. Ja, ze hebben het door. Ze zijn gelijk aan het vechten, hè. Maar kijk, Justin is hier gewoon vredig aan het chillen. Waarom komt hij altijd ver? Ik haat het dat jij ver komt, Justin. Oké, 2 mensen moeten af. Meer niet. Gewoon 2 mensen. Dat is wat we doen. Dan laten we die lava nog wat stijgen. Oeh, slim. Oh, er is er eentje af. Er is er eentje af. Nog 1 te gaan. Oh, er is er eentje af. PvP uit. PvP snel uit. Zo, iemand is gewoon echt doodgeslagen. Wie heeft dat gedaan? Trident, waar ben je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Het was iemand boven die is vermoord. PvP gaat weer aan. Kijk, zie je boven inderdaad ook gelijk PvP. Ja, maar dit duurt me te lang. Kom, jij. Ik mag Hoezo geen. Jij? Nee, ik mag Justin niet. Justin sterf. Nee! We gaan Justin afmaken. Jawel. Justin, daar ga je. Daar ga je, Justin. Geen ontsnapping mogelijk. Nee! Oh mijn god.
Ah, oh, dit vind ik leuk dat je daar dit nou nee, doet. Nee, dit vind nee, nou nee, 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 alweer niet. Nee. Krijgt hij weer. Oh, er is iemand af. Hier. Oh, just me. Die is dood. Nu is het klaar. PvP uit. Hoppa, uit. Hoppakee, PvP uit. Er zijn nog maar 10 mensen over. En dat betekent dat we doorgaan naar de finale. We komen aan in de finale. En dat is gewoon een heel simpel parcours van de ene kant naar de andere kant. En aangezien we nog 10 mensen hebben, gaan we telkens 1v1's creëren. Dat betekent één iemand tegen de andere. De eerste die op het platform hier aankomt, die wint. En de andere die is af. En zo krijgen we uiteindelijk nog maar één winnaar. Dan vind ik al een leuke... wie is jouw... is jouw kampioen er nog oplossing? Ja, die is er nog. Ja, dat is deze hier, hè? Tegen wie wil jij dat oplossing gaat spelen? Tegen die kip. Tegen die kip. Oké, prima. Typeer jij maar oplossing. Die kip heet Roemer is een kip. Ja, ze snappen het denk ik. Tel maar af, Robin. Ik heb een idee. Nou? Als het parcours groen wordt, mogen ze starten. Dan mogen ze gaan. Oké, Robin. Doe maar op een onverwachts moment. En dat is voor ons niet onverwachts. Dus 3, 2, 1. Oh, nee? Ja. Nu! Dat is onverwacht. Dat gaat de oplossing al. Oplossing is al dood. Oké, nu is het gewoon naar Roemer is een kip om het te halen. Dit meen je niet. Kom op, Roemer. Het was mijn champion. Nu is het aan jou om het simpelweg gewoon te... Oh! Ja, die is toch wel echt heel moeilijk, deze jump. Nee, hij is wel... Nee, hij is moeilijk. Hij is echt heel moeilijk. Ja, maar hij is te halen. Ja, hij maar niet voor simpele zielen. Oh, jawel, ja, okay, jawel. Ga het nog een keer proberen. Wouter tegen Mootje Verstappen. Waarom zeg je dat meteen zo? Nou, ja, weet ik veel. Robin, ga maar weer. Tel maar weer af. 3, 2, 1. 6. Oh, 3. Oh, jij mag. Neul. Go! Neul. Oh, neul. Wouter! Wow! Wow! Helaas. Je ging veel te snel. Oh. Helaas. Nee, 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 dat kan je niet maken, want iedereen moet hetzelfde behandeld worden. Ja, maar. Oké. Okay. We hebben zo meteen helemaal niemand meer over, hè? Dat weet je. Niemand die het gaat halen. Dat zou het zijn als niemand het haalt. Robin. Kom op, Justin. Ik ben voor Justin. Justin. Oké, dan ben ik voor Wouter. Tweede Wouter, je kan het. Je bent beter dan eerste Wouter. Ik heb jou hier. Go! Go, go, het is al groen. Go, daar gaat Justin. Waarom halen ze het niet? Nee! Het is echt een veel te moeilijk parcours. Het is echt... Maar, we hebben een oneven aantal. wat doen we? Hoe heten ze? Ik heb er 2 nodig. Liekje tegen Kasboy. Liekje tegen Kasboy, prima. Maar voordat ze daarmee gaan beginnen, ja? Hebben we een teammaat voor deze nodig. Oeh. Weet je wat? De tweede persoon die tegen hij gaat battelen, is het... krijgt een tweede kans. We hebben iemand nodig en jij bent het. Jij bent met je hoge broek. Oké, okay, maar laten we eens hun twee tegen elkaar laten battelen. Oh, pas op Kasboy. Niet vals spelen. Bim bam bom, groen. Oeh, slim dat je je tijd neemt. Heel slim. Ja, heel goed. Kijk, zij hebben geleerd van de fouten die... Kijk, nu ben ik ook benieuwd. Gaat iemand deze sprong halen? Ja! Ja, hij is gehaald aan de andere kant. Nee, nee. Nou niet. Oh, kom op, Kasboy. Kasboy, ja, nou ben jij het? Ben jij het, Kasboy? Ga jij degene zijn die wel deze sprong gaat halen? Deze sprong is moeilijk, deze hier. Dit is een lastige sprong. Nee, daar valt ook wel mee. Oh, kijk! We hebben de winnaar! Yeah, besef dat dit de winnaar kan zijn. Dat zou echt zo stom zijn als we nu al een winnaar hebben. Dan gaat ze erop in. Daar gaat hij. Nee, Jelle! Jelle! Oh, Mr. Miel, jij bent... Nee, oh! We hebben de winnaar! Yeah, we hebben de winnaar! Yeah! Hij is de enige die het parcours gehaald heeft. Ik wilde zo een leuke finale doen. Ik wilde zoveel mensen nog allemaal dingen laten doen. Maar je hebt gewonnen, Kasboy! Laten we hem even bellen. Kas, is dat de naam? Ja, zeker. Jazeker, je hebt gewonnen. En echt op de meest stomme manier, niemand heeft het parcours gehaald, behalve jij. Ja, nee, maar het was ook al een vrij lastig parcours. Ja, het was vooral die ene sprong waar iedereen telkens op dood ging. Het was... Het was Max' fout, maar het maakt helemaal niet uit. Jij hebt gewonnen. Je hebt gewoon gewonnen. Dankjewel voor de jump, dankjewel. Ik waardeer. Wat vond je ervan? Ik snap. Ja, het was op zich, het event was wel leuk, op zich. Op zich? Ik weet niet. Leuk event, want ik heb gewonnen. Dus. Nee, dan is het klaar. Hoi. Maar ik moet even een shout-out geven. Net als de winnaar van de vorige video. Een shout-out naar de Fucka Boys. De Fucka Boys! Okay. En natuurlijk de winnaar van de vorige video. En dat was Kifka. Nou, dat vind ik leuk. Ik ga je prijs opsturen. Ik bel je zo meteen even terug. Vond je deze video nou leuk? Abonneer je zeker even. Wauw, dit is ook een mooie video. Spreek je later, blijf je wel tot de vierde. Nou, mijn oren.